Ik ging 1 week gamen en vandaag gaan we kijken naar mijn favoriete momenten van die week. En in deze video zijn 4 geheime woorden verstopt. Reageer ze als je ze hebt gevonden. En oh ja, kan jij liken met je pink? Ik geloof er niks van. Let's go. Ik zit in het vliegtuig en we zijn onderweg naar onze vakantiebestemming. Oh, oh doet. Oh nee. Wacht even. Volgens mij hebben we het overleefd. Ben je serieus? Volgens mij heb ik in een video nog nooit zo snel iets meegemaakt. Dat was echt in de eerste 5 seconden. En er zit nog steeds iemand in het vliegtuig. Ik kan een ballon halen. En hiermee kan ik dan veel hoger springen. Dus wat ik nu wil doen, is in plaats van in het vliegtuig, op het vliegtuig gaan staan. Oh man. Ik kan ook gewoon letterlijk de piloot zien, hè. Daar zit hij gewoon. Oké, de piloot zal wel denken, wat doe je daar? Ga eraf! Oh man, over 3 seconden vertrekt hij. 3, 2, 1. Oh man. Nee. Jongens, het gaat een beetje snel. Oké, wacht, geen probleem. Wat ik gewoon doe is, ik ga gewoon perfect staan. Zodat ik als het goed is niet eraf kan vallen. En dat is hier. Oh man, ik ben zo zenuwachtig. Uh-oh. Nee. Ballon, red mij. Oh man. Oké, wacht, dit werkt volgens mij. Uh-oh. Nee. Ik stort neer samen met het vliegtuig. En ik heb het alsnog gehaald. En er is letterlijk een stoel neergestort waar ik nog steeds op kan zitten. En ik kan verf halen. Wat heb ik nou weer aan verf? Oh my gosh, wat? Ik kan letterlijk overal het Roblox logo opzetten. Maar nu wordt het een stukje realistischer. We zitten weer in een vliegtuig. Wij kunnen om ons heen kijken. En we zitten weer bij het raam. Oké, tot nu toe. Gaat volgens plan. We zien de wolken. In de lucht. Ik heb alleen geen colaatje bij me. Oké, tot nu toe gaat het goed. Weet je, misschien moet ik me niet te veel zorgen maken. Ze hebben vast alles onder controle. Jongens, er is een kampvuur. Ik weet alleen niet of dat de bedoeling is. Honderden meters in de lucht. Het alarm gaat af. Oké, maar dit is wel echt super creepy. Even serieus. Ik weet ook niet echt wat nu het beste is om te doen. Aangezien we worden er gewoon zo ingegooid. We hebben geen instructies gekregen of zo. Het gebeurt gewoon. Het is een video. Oké, dit is natuurlijk niet echt. Wacht, wat? En ineens zitten we op een onbewoond eiland. Dat is ons neergestorte vliegtuig. En dat is een hongerige alligator. Of mijn oma in de ochtend, als ik mijn kamer niet heb opgeruimd. Het is allebei even erg. Oké, ik heb mijn koffer bij me. En ik ben onderweg naar een nieuw vliegtuig. En om eerlijk te zijn, ik ben extra zenuwachtig. Dit vliegtuig is zoveel malen groter en drukker, dat de chaos waarschijnlijk ook groter wordt. Oké, weet je wat? Ik ga lekker hier zitten. Ik heb mijn krantje erbij. Ik heb mijn colaatje erbij. Oké, er zijn nog een aantal mensen die geen stoel hebben gevonden. Maar het vliegtuig is dan toch echt vertrokken. Oh man. Ik kan ook gewoon uit het raam kijken. Wat op zich best logisch is als je bij het raam zit. Maar meer van, het is een game. Oké, tot nu toe zijn we nog niet echt opgestegen. Job, neem je woorden terug. Doe het. Ik neem mijn woorden terug. Goed zo. Oh man, we zijn opgestegen. Oké, wat gebeurt er eigenlijk als ik nu ga lopen? Laat ik dat anders maar niet doen. Oké, tot nu toe zie ik nog niet echt iets waar ik me zorgen om maak. We zitten in de lucht. We vliegen. Dat is meestal wat een vliegtuig doet. Ah, wacht. Ik kan ook uitzoomen. Dat is chill. Dan kan ik beter het vliegtuig inspecteren. Nog steeds niets bijzonders. En ik zie het eiland al dichterbij komen. Een tropisch eiland met kokosnoten en flamingo's. Ik vind ze gewoon leuk. Het zijn roze. En ze staan op 1 been. Oké, tot nu toe gaat nog steeds alles goed, ja? Oh, wacht even, ik zie rook. Misschien is het gewoon omdat hij heel snel gaat. Zou dat kunnen? Ik zie wel wat meer rook nu. Ach joh, rook is niet zo, ik zie vuur. Ik zie vuur. Oh man, ik weet niet of dit goed gaat komen. En er gaat letterlijk een alarm af. Oké, misschien is dit het perfecte moment om cola te drinken. En in paniek te raken. Oké, wacht even. Volgens mij gaat het wel goed komen, toch? Ik bedoel, we zijn nu bijna bij het eiland. Dus als we nu gewoon een noodlanding maken. Ik praat hierover alsof ik er verstand van heb, maar ik heb echt geen idee hoe. Oké, wacht. Oh, ben je echt serieus? We zwemmen nu letterlijk door het vliegtuig heen. Oké, we moeten heel snel het water uit. Want het kan niet goed zijn om hier te zijn. Ja, je snapt wat ik bedoel. Oké, ik ben als het goed is het vliegtuig uitgezwommen. Oh, dude. Het water is trouwens heel gevaarlijk om in te blijven. Dus ik ga hier lekker op de vleugel van het vliegtuig staan. Alleen dat is nog steeds niet genoeg. Oké, weet je, ik ga gewoon proberen te zwemmen. Ik doe het gewoon. Jongens, kom met mij mee. Ik hoop trouwens niet dat er haaien in het water zitten. Misschien had ik daarover na moeten denken voordat ik in het water sprong. Oké, ik heb nog maar een heel klein beetje health over. Oh man. Stel voor, jij zou 1 ding mogen meenemen naar een onbewoond eiland. Wat zou je kiezen? Laat het in de comments weten. Oké, nog een klein stukje. 3, 2, 1. We hebben het gehaald. Van mens naar superheld. Dat is het doel van vandaag. En wij moeten proberen om de sterkste in het spel te worden. We zien er nog niet echt uit als een superheld. Maar we kunnen al letterlijk door muren heen mappen. Zo sterk zijn we. Moet je nagaan hoe we er aan het einde van de video voor staan. Help mij mee. Bedenk een superheldennaam in de comments. Watermeloenman. Super watermeloen. En dit is wat we nodig hebben. Namelijk een eerste upgrade. Dus als het goed is en ik map nu. Oh my gosh. Doen we dat al veel beter. En ik zie dat we ergens naartoe moeten. We kunnen naar de volgende wereld. Wow. En deze muur is dus ook een stuk harder.
Oeh, kijk dan. We kunnen er veel minder makkelijk doorheen komen. Het zou dus best kunnen dat als we hiermee doorgaan, dat we level up gaan. Oh man, dit is bizar. We kunnen al naar de volgende area. Hebben we nou letterlijk... We hebben gewoon een tunnel gemapt. Stel voor, je ziet gewoon iemand tegen een muur mappen. En als je een half uur later terugkomt, heeft hij een tunnel gemaakt. Let's go. Oké, dit is wat steenachtiger. En je kunt je dus ook wel voorstellen dat de muur in deze area een heel stuk harder is. Maar daar maken wij ons geen zorgen om. Wij mappen erop los. Want wij willen een superheld worden. Ik ben nog steeds aan het nadenken over een goede superheldennaam. En ik wil er eigenlijk wel iets in hebben van Watermeloen. Als je namelijk kijkt naar superhelden, dan is hun naam vaak gebaseerd op hoe ze eruit zien. We hebben nu alweer de volgende wereld bereikt. Ja! En over hard gesproken, deze wereld is letterlijk helemaal van steen. Maar de grote vraag is, kunnen we al door het steen heen? Oh, je merkt al wel dat dat een stuk moeizamer gaat dan in de vorige wereld. Maar met een beetje wilskracht komen we al een heel eind. Oh, dit is de tunnel van iemand anders. Wacht, wat? Wat voor vuisten heeft hij? Wij gaan het eerst nog een beetje bescheiden houden. Oh man, ik ben serieus zenuwachtig. Volgens mij ga ik Roblox breken aan het einde van de video. Als we nu al zo sterk zijn. Ik bedoel, kan je je voorstellen hoe dat er zo meteen aan toe gaat? Oh wacht, wat gebeurt er? Gaan we weer level up? Ik zei het toch. Oké, we kunnen weer naar een nieuwe wereld. En hier is alles van hout. Haal maar alvast een pincet, want ik ga splinters krijgen. Oké, laten we een mooie plek uitkiezen. Hier zo. Kijk dan, je ziet ook letterlijk dat het bestaat uit allemaal blokken hout. Het lijkt wel alsof mijn Roblox karakter in Minecraft zit. Oké, maar nu ben ik echt extreem benieuwd. Je merkt trouwens al wel een beetje aan hoe we eruit zien. Dat dat anders is dan in het begin. Oh, we hebben 1 miljoen kracht trouwens. En we gaan alweer bijna naar de 2 miljoen. We hebben niet genoeg kracht voor de nieuwe wereld. Oké, dus we moeten er nog even lekker mee doorgaan. En hoe ziet die eruit? Dat is letterlijk een soort van stad. En ik begrijp waarom. Superhelden zijn vaak nodig in een stad. Ik heb een cape! Ik heb een cape! Hé, laten we eerlijk zijn. Een superheld heeft een cape nodig. Nou, kunnen we de stad redden? We kunnen letterlijk niet eens door de muur heen. Oh my gosh, ik was zo zelfverzekerd. Oh, kijk dan. We hebben 10 keer moeten mappen voor alleen dit deukje in de muur. Oké, dat zegt mij genoeg. Dat betekent dat we echt nog wat te trainen hebben. Maar wat ik wou zeggen is dat superhelden vaak nodig zijn in de stad om daar de slechterikken weg te drijven. En daarom moeten we nu al leren om dat te kunnen. Kunnen we niet iets halen om dit sneller mee te laten gaan? Als we zouden willen, kunnen we nog een keer upgraden. Dit hadden we alleen nog maar gedaan aan het begin van de video. Oeh, en je merkt wel dat deze upgrade ons heeft geholpen. Oké, volgens mij gaan we weer level up in 3, 2, 1. Sneeuw! En sneeuw is natuurlijk niet zo hard. Oh, kijk onze outfit trouwens. Maar vergeet niet dat er ook nog zoiets bestaat als ijs. En ijs is wel hard. En ik kom weer bijna niet door deze muur heen. Er zit dus maar één ding op. En dat is trainen, trainen. En een beetje trainen! Precies. Je merkt dat als we eenmaal onze vuisten hebben getraind om door een soort muur heen te komen, dat we het kunnen doorzetten vanaf dan. Oké, wat ga ik doen? Ga ik nog kijken of er iets anders is? Oké, volgens mij zijn we level up. En zijn we dus ook bijna aan het einde van deze wereld. De vraag is dan, we kunnen inderdaad naar de volgende. Oké, we zitten nu een soort van onder de grond. Ik zie namelijk allemaal diamanten en zo. Ik ga weer voor een upgrade. En moet je zien, we hebben letterlijk al een rode cape. Ik vind wel dat we iets weg hebben van Superman. Maar wij zijn veel superder. Oh man, ik ben serieus zenuwachtig. Hoe gaan we eruit zien aan het einde van deze video? Ik heb ook het idee dat we zometeen de keuze kunnen maken of we onze kracht en superkracht gaan gebruiken voor het goede of het slechte. Inderdaad, een superheld of een slechterik. Zo heb je bijvoorbeeld Spider-Man, maar je hebt ook Venom. Maar wacht even. Yes! En we gaan alweer door naar de nieuwe area. En dit is letterlijk de stad. En oh my gosh. Ik merk het nu pas. Ik ben ook een heel stuk sneller geworden. En kijk naar onze gele cape, schoenen en riem. Ik voel me een superheld. Oeh, maar deze stenen muur is vrij lastig om doorheen te komen. Al moet ik zeggen, terwijl ik die zin uitsprak, waren we er eigenlijk al doorheen. Ik ben een verwende superheld. Oké, stel voor, jij hebt één superkracht. Onzichtbaar zijn, vliegen of kunnen teleporteren. Eén van die drie. Welke zou je het liefste willen? Als je kan vliegen, heb je nooit meer een bus, een fiets of iets anders nodig. Eigenlijk geen eens schoenen, want je loopt niet over de stoep of zo. Je vliegt. Als je kunt teleporteren, hoef je niet eens meer te vliegen, want je bent er gelijk als je dat wil. En als je onzichtbaar bent... Het is gelukt. We zijn de sterkste superheld in het spel. We hebben een regenboogcape. Waar was ik ook alweer? Oh ja, als je onzichtbaar bent, dan kun je letterlijk overal zijn zonder dat mensen dat doorhebben. Je zou dus iedereen in de maling kunnen nemen. Maar ik zou denk ik gaan voor teleporteren. Dat je gewoon in een ogenblik aan de andere kant van de wereld kunt zijn door bijvoorbeeld in je vingers te knippen. Dat is wel echt heel gaaf. Of is er een andere superkracht die jij kan bedenken? Laat het in de comments weten. Oké, we gaan weer verder, want oh my gosh, dude. Volgens mij hebben we nu het maximale bereikt, toch? Ik bedoel, kijk even. We zijn letterlijk helemaal van regenboog. We zijn overduidelijk geen doorsnee mens meer. Wat is dit? Weer een nieuwe area. Nee, maar serieus, ik ben echt heel benieuwd. Gaan we er zo meteen anders uitzien? Oeh, deze muur is helemaal van ijs. En dat is precies wat ik net vertelde. IJs is keihard. Om daar doorheen te komen, moet je
echt vuisten van staal hebben. En dat is natuurlijk waar wij voor trainen. Sterker nog, dat is waar ik mij voor upgrade. Dus als het goed is, oh, zelfs dan is het bijna niet te doen. Maar kom op, ik wil weten of we nog een ander superhelden outfitje krijgen. Regenboog is in de meeste games het maximale wat je kunt bereiken. Het is letterlijk alle kleuren bij elkaar. Je hebt goud, je hebt zilver. Maar ik ben benieuwd. Volgens mij gaan we zo meteen toch nog een keer level up hoor. 3, 2, 1 en een half en een kwart en 1/8. Ah nee, we zijn niet level up gegaan. En we hebben zelfs te weinig om naar de volgende area te gaan. Dus we moeten nog even doortrainen. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat je dus gewoon letterlijk van een mens naar de sterkste in Roblox gaat. Oké, daar gaan we. En we gaan naar... En moet je dit zien? We zijn weer een soort van opnieuw begonnen. Omdat we het spel hebben uitgespeeld. Maar net toen we begonnen waren, zagen we er niet zo uit. Dus moet je je voorstellen als we nu gaan doortrainen. En we gaan weer naar het maximale hoe we er dan komen uit te zien. Misschien zijn we dan wel dubbel regenboog. Is waarschijnlijk een super sterke punch. Ik bedoel, moet je zien hoe makkelijk we naar de volgende area gaan. Oh my gosh. Ik bedoel, kijk dan. Kablam. Oh, maar dit is niet normaal. Dit is... Ik bedoel, even serieus. Ik weet niet meer precies hoe lang het me net duurde, maar ik ga binnen een paar seconden ga ik naar de nieuwe area. Ik ga tellen. 1, 2, 3, 4... Nog ineens 4 seconden. Laten we zeggen 3,5. Oh man, ik ben zo benieuwd. Hoe snel kunnen we het spel nog een keer uitspelen? Hier, we gaan weer naar de volgende. En dit is volgens mij alweer bijna de stad. Dat is waar we net echt 10 minuten over hebben gedaan of zo. We zijn alweer bij de volgende. De sneeuw area. Kijk naar onze outfit. Oké, we gaan gewoon weer verder. Oh man, moet je zien. We gaan letterlijk door het sneeuw heen. Alsof we van lava zijn. En we zijn nu alweer hier. Let op, 3, 2, 1. Dude, als mensen in het echt op deze manier tunnels zouden kunnen maken, dan zou waarschijnlijk heel de wereld ondergrond zijn. En zelfs hier, door deze stenen muur, waar we eerst zoveel moeite mee hadden. Kablam. Kablam. En we zijn alweer bij de volgende. Ja, ik ben echt serieus. Volgens mij ga ik binnen een minuut de game weer uitspelen. Maar dan ben ik echt heel benieuwd. Wacht even. Nee, wacht. Dit is een hele nieuwe wereld. Hier zijn we helemaal nog niet geweest. En daarom dat we hier ook bijna niet door de muur heen kunnen. Ah, dus als je een rebirth doet, kun je verder in de superheldenwerelden. Oh, ik kom hier bijna niet doorheen. Kijk dan. Tenminste, het lukt wel redelijk, maar het is wel wat anders dan net. Maar dat we van mens naar superheld zijn gegaan, dat is zeker. 100 creepypasta's in één dag. En de eerste... ben ik zelf. De imposter. Oh, wat is dat? We hebben een huisdier. 100 creepypasta's is veel. Maar ik ga mijn best doen om ze allemaal te ontmoeten. We hebben hier de blauwe Rainbow Friend in een kooi. En ernaast hebben we Pibi. En ze is geglitched. Spam in de comments. Bruin of groen. Voor de kooi die als eerste open moet. Wacht eens even. En we hebben hier een soort van rioolkooi. Met een roze Rainbow Friend. Dat is voor zometeen. En hier hebben we eerder een soort van poort. Waardoor we naar boven kunnen. We hebben nu al echt iets van 5 creepypasta's ontmoet. Oh man. Huggy Wuggy en Mommy Longlegs. Kan ik die allebei als huisdier nemen? Oh, dat kost 5 Robux. Maar nu heb ik ze alle 3. Laat ik naar beneden gaan. Ik ben eigenlijk niet zo bang voor roze. Want Mommy is roze. 3, 2, 1. Oké, ik neem mijn woorden terug. Dit was misschien geen verstandig idee. Wacht eens even. Hij probeert me aan te vallen, maar het werkt niet omdat ik zelf een creepypasta ben. In dat geval kunnen we blauw denk ik ook wel vrij laten. Oh man. Oh, blauw neemt het op tegen roze. Het is een battle. Oké, okay, Pibi, jij mag er ook uit. Kom maar. Oh man. Ben je... Jongens, ik ben geen voetbal. Oké, okay, ik zie er misschien wel uit als een jellybean, maar ik ben geen voetbal. Oh, ze nemen het letterlijk tegen elkaar op. Spam in de comments, wie denk jij dat er gaat winnen? Ik denk dat Pibi gaat winnen, want ze is een soort van geglitched. Laten we er even naartoe vliegen. Oh, man. Oké, okay, ik ga er snel weer vandoor. Als ik namelijk hier naartoe ga, dan kan ik Banzo Bonnie zijn. Dat is weer een creepypasta ontmoet. Soort van. En wacht eens even. We hebben de robot Huggy, de Squid Game Pop, de Squid Game Guard. Dat zijn ook weer een aantal creepypasta's. Op zich ben ik best wel goed bezig. Zouden de creepypasta's hier beneden bang zijn voor de Squid Game Guard? Het antwoord is nee, want Pibi maakt mij in. Oh, dude, mijn masker. Misschien moet ik met zwaarder geschut komen. De Squid Game Pop. Of tenminste, wat is dit? Dat is Baldi. Oké, ik ga proberen heel snel weg te komen hier. Alleen ik denk dat Pibi andere plannen met mij heeft. Kom op, kom op, kom op, kom op. Wie is dat? Ik zie daar een mega kooi, maar die is leeg. En daarnaast staat een soort van, ik denk, creepypasta. Is dat Pennywise? Oh my gosh, dat is zo creepy. Het is een spin Pennywise. En oh my gosh, de kooi is niet leeg. Siren Head zit erin. Wow, wat is dat? Piggy Blue? Kan ik mezelf daarin ver... Ik heb de kroon van blauw nodig. En die zou ergens in de map liggen. Oeh, het is Sonic. Alleen het is geen Sonic.exe. Dus stelt dit dan wel als creepypasta? Wacht even, er is meer. Het is Baldi. Sommige mensen vinden Baldi er niet echt uitzien als een creepypasta. Maar geloof me, dat is die wel. Oeh, wat hebben we hier? Piggy, Huggy Wuggy. Een mega Huggy Wuggy. Wacht, kan ik mezelf erin veranderen? 500 Robux. Oké, dat wil ik doen op één voorwaarde. Als ik het einde haal van dit soort van
achtbaanparcours. Oh man, we hebben al zoveel creepypastas leren kennen. Ik denk alleen nog niet dat we in de buurt komen van 100. Het geheime woord is gras. Spam gras in de comments als je nog steeds kijkt. Oh man, alle piggies rennen met mij mee. Oké, we hebben het wel bijna gehaald. 3, 2, 1. Wacht eens even, wat is dit als ik hierop ga staan? We moeten 80 seconden wachten. In dat geval, we hebben hier een aantal portalen. We hebben er een van de rainbow piggy, een gouden, een rode. Oh man, ik wil er eigenlijk geen één kiezen. Maar als ik dan toch een keuze moet maken. Dude, ben je serieus? Dit zijn alle piggies als Rainbow Friends. Ik zie groen, oranje. Oh, en ze maken een speler in. Ik ga snel in de doos zitten. Wow, dat is zo creepy. Dit is dus wat je krijgt als je twee creepypasta's met elkaar samenvoegt. Alleen ik zie dus oranje, blauw en groen. Maar waar is rood? Oh man, oranje is me echt aan het inmaken. Hé, wat? Dit is 3-1. Dat is oneerlijk. Ik ben af. Oh ja, bijna vergeten. Ik heb net het einde van dat achtbaanparcours gehaald. En ik heb een belofte gemaakt. Ken je dat? Dat je iets belooft en daarna gelijk spijt hebt. Nou, dat is wat ik nu voel. Want ik moet hier naartoe lopen. En voor bijna 500 Robux. 3, 2, 1. Wat? Kan ik er? Ben je... Oh my gosh, ik kan er alsnog niet in. Ik start het spel opnieuw op. Oh, wacht even. No way. Doe het. Ben je echt serieus? Ik val letterlijk naar beneden en ik word aangevallen door bijna alle piggies. Maar ik ben 3 keer zo groot. Oh, jongens. Ik val jullie aan. Kom hier. Oh, dit is zo... Wacht even. Nee, jongens. Jongens, nee, alsjeblieft niet. Doe het niet. Doe het niet. Wat? Ik was precies 5 seconden Huggy Wuggy. Maar wacht even. Ik hou van het vliegende tapijt. Omdat je daarmee heel makkelijk de map rond kunt vliegen. Zonder dat creepypasta's je kunnen pakken. En het mooiste van allemaal is nog wel. Ik heb nu elke piggy achter me aan. En alles wat ik moet doen is hier gaan staan. En dan gooien ze zichzelf... uit de wereld. Creepypasta's. Waar is jullie brein? Maar wacht even. Er was dus ergens een kroon verstopt, is het niet? Oh my gosh. De grootste piggy van allemaal. Zal ik zijn kooi openen? Zal ik het doen? Ik doe het gewoon. Maar heel snel ga ik er vandoor. Ik lok hem met me mee. En ik probeer hem net zoals die andere uit de wereld te laten vallen. Maar deze loopt een stukje langzamer. 3, 2, 1. Doei doei! Hij gaat op vakantie naar niks. Oh man, dit is geniaal. Maar nu wil ik toch weer even terug. Wacht eens even, wat is dit? Wij moeten het opnemen. Tegen de grootste piggy van allemaal. Het piggy hoofd. Maar dit is toch super oneerlijk. Ik ga hem toch nooit kunnen inmaken. Doe het. Ik bedoel even serieus. Wacht, het werkt. Volgens mij. 3, 2, 1. No way. Oh, en nu zijn we gewoon weer terug hier. Ik begin serieus te twijfelen of dit wel te doen is. Maar wat als we door deze glitch piggy portal gaan? Ik ben benieuwd. Wacht eens even, dan zitten we weer in dezelfde map. Alleen deze keer is het nacht. Oké, wacht even. In dat geval wil ik Baldi zijn. Ik bedoel, Baldi is slim. Die weet zich overal uit te redden. En dan wil ik voor de zekerheid ook een speed coil hebben. Alleen ik snap het niet. Oh man, die piggies in het donker zien er zo creepy uit. Oh my gosh, ze zijn ook sneller. Ze zijn ook sneller. Ik ga hier gewoon naar beneden. Wat is dit? Het zijn de backrooms. Oké, nu snap ik waarom dit eigenlijk gewoon dezelfde map is, maar dan 100 keer moeilijker. Oké, misschien is het een goed plan om weer terug te gaan naar de andere map. No way. Omdat ik net die eindbaas heb verslagen, kan ik mezelf er nu in veranderen. Dus ik ben nu letterlijk het hoofd van Piggy en ik ben mega snel. Maar wacht eens even, er is hier een soort van portaal. Wacht. Wat? Het zijn nog steeds creepypasta's. Alleen nu hebben ze vleugels. Oh my gosh, dat is zo creepy. Maar wacht even, kan ik ze nu alsnog af laten gaan? En wat gebeurt er als je afgaat? Kom je dan weer in de andere map terecht? Oké, deze 2 portalen heb ik gehad. Nu wil ik deze proberen. Oh my gosh, ben je serieus? Dit is Piggy en Five Nights at Freddy's in 1. We hebben hier Chica. We hebben hier volgens mij Foxy. En als we deze kant op... Ah, daar kunnen we niet heen. Oké, dus we moeten er langs zien te komen. Hoe gaan we dat nou weer doen? Wacht even, ik pak een speed coil. En dan ga ik er gewoon heel snel langs. Oh man. Oh, dat is zo mega creepy. Wat hebben we hier? Niks. Oh, hij is snel. Ik zoek naar Freddy, want die zou hier ook ergens moeten zijn, toch? Ik heb geen idee hoeveel creepypasta's we al hebben ontmoet, maar het gaat in ieder geval richting de 20. 100. Ik weet niet of ik die challenge ga halen. Oh, dit ziet eruit als zo'n gezellig restaurant. Alleen, begin ermee om de lichten aan te zetten. Oh, man. En we zitten hier in de keuken en we zijn nog steeds niet alleen. Waarom is Freddy nergens? Dat is letterlijk het gezicht van Five Nights at Freddy's. Ach ja, dan gaan wij wel op het podium staan. Oh, wacht even. Hier hebben we Barney. Dat is wat ik bedoel. Barney is een konijn, maar in dit geval dus ook een biggetje. Maar dan zou je toch zeggen dat Freddy hier ergens moet rondlopen. In plaats daarvan word ik ingemaakt. En als laatste zit ik hier op een ander soort eiland. Ben je serieus? Oké, vooruit. Ik denk dat ik hem nodig heb. We hebben een zogeheten epic... Wat is er met mijn haar gebeurd? We hebben een zogeheten epic coil. Die ziet er best wel cool uit. Maar waar moeten we... Sonic.exe. Oh, we zitten op het Sonic.exe eiland. Oké, snel. Ga een auto in. Ga een auto in. Wegwezen. Oh nee, achteruit. Vooruit. Oh nee. Sonic aan de kant, man. Oh, dit is zo lastig. En wacht eens even. Waarom zie ik hier een floppa in een kooi zitten? Oké, ik heb de kooi geopend.
Ik had de coin niet moeten openen. Oké, wacht even. Een vliegend tapijt. 100 Robux. Dat ga ik toch wel doen, want ik heb hem nodig. Een vliegend tapijt is misschien wel mijn favoriete item in Roblox. Omdat je letterlijk overal naartoe kunt vliegen. Wacht even. No way. Dude, we zitten letterlijk in een waterglijbaan. Ik hoop niet dat we vast komen te zitten. Oh, dude, dat gaat snel. Oh, plons. Ouch. Ouch. Je vraagt je misschien af wat ik ben. Ik ben een konijn. En als wij lang genoeg rennen en springen, zouden wij veranderen in een dier wat groter is. We gaan namelijk van het kleinste naar het grootste dier. Wow, we zijn een vos. Hey, dat ging sneller dan ik dacht. En ja, een vos is een stukje groter dan een konijn. En hij kan alsnog best wel hoog springen. Maar wat nou als we hier naartoe gaan? Oh, we zijn een hertje. Is dit een hert? Dit is een hert, toch? Oh, dit is geniaal. Dat upgraden gaat best wel snel. Maar nu vraag ik me af, wat is het volgende dier waarin we veranderen? Wow, een soort van tijger. Oh man, dat is gaaf. Kunnen we hier overheen? Ja, natuurlijk kunnen we dat. Wij kunnen alles. Maar kunnen we nog groter worden dan dit? Jazeker, we zijn een wolf. Oh, deze is zo cool. Ligt dat aan mij of kunnen ze echt allemaal zo hoog springen? En deze kan zelfs aanvallen. Maar als we hierin gaan, komen we eruit. Als een leeuw. Oh man, kan die ook aanvallen? Oeh, dat kan die zeker. Oké. Okay, dus deze zou iets groter zijn dan de wolf. Maar wat is er dan groter dan een leeuw? Oeh, een piratenschip. We gaan voor de nieuwe upgrade. Of tenminste, nee, laten we eerst even deze zombies inmaken. Oh man, aan de kant zombies. Ik ben een leeuw. Oké, nieuwe upgrade. Oeh, een beer. Oké, dat is wel echt heel gaaf. En we kunnen hier een soort van trainen bij deze training dummies. En dan kunnen we dus als het goed is ook level up gaan. Kunnen we deze eten? Ja, dat kunnen we. We zijn een appeltje aan het eten. Ik ben klaar voor de nieuwe upgrade. Oh man, een neushoorn. Oké, kleine challenge voor jullie. Laat in de comments het kleinste dier achter wat jij kent. En het grootste dier wat jij kent. Oké, het kleinste dier wat ik ken. Ik denk een musje of een muis. Het grootste dier. Een olifant. Of misschien wel een slang. Maar die is vooral heel lang. Oh man, dit is zo gaaf. Wat is dat daar? Oh man, dat is volgens mij echt het grootste dier. Oeh, nee. Dat wou ik niet. Ja, deze is overduidelijk een stukje groter dan ons. En hij zit achter ons. Hij zit vast. Oh, we zijn geüpgrade naar een paard. Ja, een paard is inderdaad best wel groot. Ik bedoel, een neushoorn is waarschijnlijk zwaarder, maar kan die ook rennen? Oh, ja zeker. Laten we naar dat sneeuwgebied gaan daar. Want ik ben benieuwd wat het volgende dier is. Het zou in ieder geval groter moeten zijn. Let's go! Wow, het is dan toch echt de olifant. En die kan ook aanvallen. Oh man, deze is... Dat is een grote gorilla. Oké, laten we daar een klein beetje voor oppassen. Maar is dit dan het grootste dier? Volgens mij niet. Want als we hierin lopen, hebben we de T-Rex. Die eigenlijk niet zo heel groot is. Misschien is het een baby T-Rex. Maar die wordt sowieso groter dan een olifant. Het is gelukt. We zijn van het kleinste naar het grootste dier gegaan. Of nee, wacht. Ik heb letterlijk nog een kleiner dier gevonden. Of eigenlijk een insect. Namelijk de spin. Maar telt dat als dier? Dat laat ik aan jullie over. Maar het gave aan deze spin. Hij kan zichzelf camoufleren. Het lijkt nu letterlijk op een sinaasappel. Maar het is nog steeds een spin. En eigenlijk zijn we ook de pinguïn vergeten. Rustig. Sorry dat ik je ben vergeten. Oh, dit is zo cool. Nou, hier hebben we dus alle dieren. En als we naar het paard gaan, dan hebben we hier 2 paarden. 400 Robux. Hé, die moet ik testen. Wow, die is gaaf. Het is letterlijk een eenhoorn. Paard plus neushoorn is eenhoorn. Dat heb ik net bedacht. Maar het klinkt wel logisch. Oh, deze is wel echt heel erg gaaf. En hoe valt die aan? Oeh, dat is cool. Oké, maar nu ben ik extra benieuwd. Deze hebben we er ook bij gekregen. Oh, dat is het vuurpaard. Laat vooral in de comments weten. Wacht, kunnen we letterlijk een sinaasappel eten? Ah, dat kan. Maar laat in de comments weten. Welk dier vond jij het meest episch in deze video? Maar als ik het dus goed begrijp. Elk dier heeft meerdere soorten. Dit zijn de normale en dit zijn de speciale. Wow, kijk naar die ogen. Dat is zo gaaf. En als we naar de wolven gaan en we gaan dan naar beneden. Deze moet ik hebben. Wow, kijk dan. Dit zijn letterlijk een soort van vliegende wolven. En ook die lust wel een sinaasappeltje. En dan hebben we ook deze. Wow, dit is echt te gaaf. Maar eigenlijk moet ik doorgaan, want ook al is dit episch, ik heb nog een andere challenge. Want in dit spel beginnen we als het kleinste insect. Maar als het goed is, kunnen we onszelf upgraden. En dat doen we bijvoorbeeld door het op te nemen tegen deze training dummies. Maar als het goed is, kunnen we ook dingen vinden zoals eten. Oeh, deze dude is groot. Oh man, wat is het eigenlijk gaaf om een insect te zijn. Ik bedoel voor even dan. Oh man, we zijn nog maar een klein lieve heersbeestje. Maar wat is dat? Nee, wil ik niet. Niet vandaag. Geen zin. Oh, kijk. We hebben iets gegeten. Oké, dus wat we doen, is we zijn op zoek naar eten. Want als we namelijk genoeg eten, dan gaan we waarschijnlijk level up. En als we level up gaan, dan zien we er weer anders uit. We zijn level up gegaan. En nu zijn we een goudlieve heersbeestje. Ah, ik begin het spel te snappen. Oké, dus we eten deze kers. We eten deze diamant. We eten deze kers. Oeh, wat is dat? Ik weet eigenlijk niet of ik hier wel naar binnen durf. Volgens mij worden we dan de maaltijd van een spin. Oké, ik ga het alsnog doen. Er is eigenlijk helemaal niks. Oh, wat is dit? Ik zit ineens in een soort van Squid Game. En we moeten het eigenlijk opnemen tegen deze enge pop. Alleen ik weet niet of we haar kunnen verslaan. Ze is best wel groot. Oké, we moeten onszelf upgraden. Ik zie daar wat eten liggen. Alleen dat insectje daar haalt het allemaal weg. Laat nou ook wat voor mij over. Je bent al veel groter dan ik ben. Dankjewel. Oké, het is bijna tijd voor een upgrade. 3, 2, 1.
We zijn een diamanten. Wacht eens even, nee, we zijn een kevertje, denk ik. Zijn we een kevertje? Oeh, er ligt hier zoveel eten. Ik ben benieuwd in wat voor insect we nu gaan veranderen. Oh, we zijn nog steeds een kevertje, maar dan gewoon iets groter. En waarschijnlijk als we dus groot genoeg zijn, dan kunnen we het wel opnemen tegen de Squid Game Pop. Al denk ik eerlijk gezegd niet dat hij bang is voor zo'n klein kevertje als ik. Ah, dit gaat misschien nog wel sneller dan eten. 3, 2, 1. Oeh, we zijn weer geüpgrade. Dit is serieus best wel grappig. Gewoon lekker upgraden. Maar wacht eens even. Er zijn hier allerlei eieren. En er is hier een super pet. Een insect met een huisdier. Wacht eens even. We kunnen het letterlijk opnemen tegen die baby daar. Zullen we dat proberen? Oh man, volgens mij zijn we daar veel te klein voor. Oké, ik ga het alsnog gewoon proberen. Let's go. Hebben we hem nou ingemaakt? Volgens mij bijna. Oké, come on, we maken de baby in. Oké, nog een klein stukje. Hebben we nou net een baby? Het is ons gelukt. En we zijn gelijk flink level up. Ik bedoel, we begonnen deze video als een lieve heersbeestje. En we zijn nu een soort van, ik weet het niet eens, halve springhaan. Oké, we nemen deze banaan mee. En we nemen deze besjes mee. En dan gaan we, als het goed is, 3, 2, 1... upgraden. Ik denk dat als je dit spel lang speelt, dat je op een gegeven moment gewoon echt een mega wezen bent. Misschien nog wel groter dan een insect. Oh nee. Oké, we gaan het opnemen tegen deze super grote rat. Oh man, dat kan nog wel eens lastig zijn. Als die wil, eet hij ons toch zo op. Oké, we gaan het alsnog proberen. Come on, come on. Het is gelukt. En we zijn weer level up. Oké, dus de beste manier om level up te gaan is toch gewoon door een beetje te battelen. Oh snap. Wow, we zijn weer level up. Maar dit is dus letterlijk hoe het voelt om een insect te zijn. We lopen door het lange gras. Oh nee, ik weet niet of we het kunnen opnemen tegen een slang. Want die is wel een stukje groter dan wij zijn. We zitten letterlijk in een zandbak. Maar voor ons lijkt het wel de woestijn. Oh, we kunnen hier naar beneden. Ik ben elke keer gewoon bang dat we grotere insecten tegenkomen. Want dan gaan we sowieso af. We eten weer een stukje fruit. Oh, en dat is precies wat ik bedoel met een groter insect. Level 183. Hé, dat is dus uiteindelijk wel hoe wij eruit kunnen zien. Alleen, dat gaat waarschijnlijk nog even duren. Ik ben hier samen met een ander insect aan het trainen. Alleen die is echt 20 keer groter. Misschien wel 50. En we zijn weer level up. Dit is echt geniaal. Ik speel Colorblock en ik zit op een eenhoorn. Oké, we moeten hier gaan staan en we zitten dus op een eenhoorn. Oh man, wat wordt het volgende? Lime. Lime is ook een soort van fruit volgens mij. Een soort van citroen. Oh man, wat moeten we nu hebben? Magenta. Dat is echt een van die kleuren die ik gewoon te vaak verwar met paars, waardoor ik half afga. Half job. Volgens mij kan dat niet. Hoe werkt dat? Je snapt wat ik bedoel. Waardoor ik bijna afga, maar dan echt zo net niet. Ik sta hier helemaal alleen. Lekker. Ik bedoel, dan heb ik meer ruimte, right? Oké, oh man. En nu staan we allemaal op elkaar. Dat meisje staat heel gevaarlijk. Ze viel echt bijna naar beneden. Oké, we moeten grijs hebben. Soms heb je van die kleuren die bijna nergens te vinden zijn. En dan zie je ineens heel veel mensen afgaan. Dat is het hele ding met colorblock. Soms heb je geluk en sta je in de buurt van de juiste kleur. En soms heb je pech. En dan eet je een burger. Dat zou wel mooi zijn, right? Als je gewoon pech hebt in een game. En je kunt gewoon even lekker een snackie pakken. Nee, zo werkt het niet. Wat ik wel kan doen is dit. Dat was raar. Oké, we moeten groen hebben. En daar sta ik op. Oeh, ik zag iemand vallen. En dit meisje wat nu bij mij staat viel ook bijna. Oké, we moeten paars hebben. Daar sta ik al. Oh man. Hoeveel mensen zijn er dus nog? 4 in totaal. Oké, we moeten lichtrood hebben. Oh, snap dude. We staan allemaal goed. Ik denk dat ik dit ga winnen. Tenminste. Ja. Alleen dit meisje moeten we niet onderschatten. Want die is dus ook al best wel even aan het spelen. Oh man. Oké, laat maar. We hebben gewonnen. En we zitten nog steeds op een eenhoorn. Oh, niet meer. Dat was leuk. Moet ik de volgende keer 2 weken gamen? Abonneer dan. Doei.